Tussen de werkzaamheden van Blue Tiger Studio door schrijf ik aan een filosofische trilogie. Daarvan zijn inmiddels de proloog en het eerste deel verschenen. De trilogie pelt onze wereld af tot we uiteindelijk de eeuwige vraagstukken en metafysica behandelen die ons als mensen al duizenden jaren bezighoudt. De proloog, Heerlijke platte wereld, is een korte en handzame kritiek op de moderne wereld. Maar het eerste deel, Permafrost. Is een grote verhandeling over geopolitiek opgevat als een oppervlaktepolitiek. Het gaat over de opkomst van het Westen tot wereldmacht. De verhouding tussen Oost en West, land en zee, politiek en bevolking en hoe het kon gebeuren dat het politieke domein alles is gaan overheersen en onze orde is ingeruild voor machtsdenken. Het draait om de vraag in welke wereld leven wij vandaag. Alle boeken in deze trilogie zijn zelfstandig te lezen. En kan ik u als auteur natuurlijk alleen maar van harte aanbevelen. Welkom bij Blue Tiger Studio. Dit is het coronajournaal van 20 maart 2020 over de diep duistere kant van het RIVM en de WHO. Wij gaan de volgende vragen vandaag bijlangs. Wie trekt er aan de touwtjes bij beide organisaties? En hielp het RIVM in India een half miljoen kinderen verlamd te raken? Afgelopen week stopte president Trump de Amerikaanse financiering aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO omdat het jammerlijk faalde in de coronacrisis. Eerder al verweet hij de WHO op de hand van China te zijn. Daar komen we zo op terug, want we beginnen met het RIVM. De afgelopen week werd bekend dat het overheidsorgaan RIVM voor 2011 grote sommen van de Bill en Melinda Gates Foundation heeft ontvangen om een polio-vaccin te ontwikkelen. Het RIVM publiceerde dat bericht in 2011 trots op haar website. Daar is niet uit op te maken hoe lang het RIVM er op dat moment al aan werkt en wanneer die fondsen zijn vrijgekomen. Het kan recent daarvoor zijn gebeurd, maar ook al heel ver daarvoor. Het wierp afgelopen week een heel nieuw licht op de toch niet zo grote onafhankelijkheid van het RIVM en ook op de obsessieve agenda voor een nieuw vaccin voor corona. Het verklaart zelfs alle gekke bokkesprongen die het RVM maakte gedurende de hele coronatijdlijn. En natuurlijk al eerder tijdens het stikstofdebat. Al vanaf dat corona rondwaart richt alle beleid van de over van overheden en de WHO zich op het vaccineren van de hele wereld. En ook de maandenlange lockdown komt ze bijzonder goed uit. Afgelopen week zag ik ook een interview van Paul Craig Roberts, die een oud bericht oprakelde. as i understand it from speaking with virologists the danger of vaccine is not that uh, covid-19 is a bioweapon the danger is that the whole process of vaccination rests on uh, an incorrect or an inadequate or incomplete understanding of the human immune system so that the virus so that vaccines can have adverse effects uh, in fact, robert kennedy reports that gates, bill gates, was thrown out of india because his uh, polio vaccines paralyzed a half a million kids. Um, the south africans refer to gates as a, as a ruthless criminal for coming down there and damaging their kids with his vaccines. De Bill en Melinda Gates Foundation zijn in 2017 door India het land uitgegooid. omdat hun polio-vaccin in de periode 2000 tot 2017 een half miljoen kinderen had verlamd in plaats van genezen van polio. Toen ging even een belletje af. Want waarvoor kreeg het RIVM voor 2011 ook alweer al die miljoenen? Om een polio-vaccin te ontwikkelen dat wereldwijd wordt toegepast. En waarom moest dat überhaupt ontwikkeld worden? Want we hebben toch al 60 jaar een polio-vaccin. Was ons vaccin niet gevaarlijk genoeg voor India? Een half miljoen verlamde kinderen met vaccins die ontwikkeld werden door waarschijnlijk ook het RIVM, gesponsord door Bill Gates. Let wel, dit gebeurde tussen 2000 en 2017. Dus alle betrokkenen zijn van deze verschrikkelijke bijwerkingen op de hoogte geweest en hebben gedurende deze 17 jaar nooit zelf ingegrepen dat RIVM wel huisartsen verbieden om corona te behandelen met beproefde medicijnen als chloroquine wel aantoonbaar laakbaar handelen waardoor het virus zich in Nederland waanzinnig kon verspreiden en ondertussen weer werken aan een vaccin weer met de Bill en Melinda Gates Foundation het RIVM dat Rutte wekenlang weer hield actie te ondernemen tegen corona Precies in overeenstemming met haar geldverstrekker, de WHO, die vrijwel alle landen stuk voor stuk zover kreeg drie weken te laat op het virus te ageren. Drie cruciale weken die ervoor hadden kunnen zorgen. ...dat het dode aantal een fractie van het huidige was... ...zodat het virus in vroeg stadium voor muteren was behoed... ...en we nu niet met zulke lange naweeën zitten. Ondertussen heeft India haar poorten voor Gates weer opengezet. Met voldoende geld gaan immers alle deuren open. Google heeft vrijwel alle herinneringen aan het dispuut tussen India en Gates weggehaald... En officiële debunk-websites hebben zelfs een bericht geplaatst dat Gates helemaal niet India uit zou zijn gegooid. Want dat zou dan weer fake nieuws van de antifaxers lobby zijn of zo. Maar het debunken begon pas vanaf september 2019. Terwijl het schandaal al in 2017 speelde. En september 2019 is een belangrijke maand. In september 2019 kreeg de Indiase president Narendra Modi een mooie prijs van Bill Gates: de Global Goalkeeper Award, de prijs voor het realiseren van de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Wie die goals promoot, wordt bevorderd tot Goalkeeper. Wat heeft Gates met de VN te maken? En waarom moeten de Gates Foundation prijzen uitreiken aan mensen die VN-doelen realiseren? hebben ze soms belang bij het promoten van die goals. Zijn ze soms initiatiefnemers van die goals? Jazeker, Bill Gates heeft een hele grote vinger in de pap bij de VN en zoals we zullen zien niet alleen bij de VN. Maar ja, welke antifaxers lobby zouden die debunk websites nou precies bedoelen die achter die fake news campagne over India en Gates zou zitten? Misschien verontruste ouders, wetenschappers die enorme, ja, maar toch niet zo rijke en machtige lobby. Nee, dan de op voorhand boven alle verdenking staande farmaceutische lobby. Die de grote medische bladen, grote researchafdelingen in de portemonnee heeft. Wereldomspannende vaccinatieprogramma's uitvoert en deze verder wil uitbouwen. En natuurlijk uitsluitend de volksgezondheid op het oog heeft zoals een half miljoen verlamde kinderen in India net als de boven alle verdenking staande motieven van Bill Gates zelf die de wereldbevolking graag wil decimeren Ten uh, 10 billion dollars over the next 10 years uh, to make it the year of the vaccines what does that mean exactly well over this decade uh we believe unbelievable progress can be made both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them uh, we could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that Uh, if we have success on it, and the the benefits there are in terms of reducing sickness, reducing the population growth, reducing the population growth, reducing the population growth, reducing the population growth, the population growth. it really allows a society a chance to take care of itself uh, once you've made that intervention. And the world bevolking of a very complete, full, and identification program. And then I Bill Gates personally. Biometrische ontwikkelingen maken het mogelijk dat datamanagement, mobiele telefonie en andere technologie mensen voorzien van een controleerbare digitale identiteit. Eenvoudig, snel en veilig. Nou, precies zo'n systeem lanceerde Bill Gates afgelopen jaar in India. Samen met de overheid voor honderden miljoenen armen die niet eens een geboortebewijs hebben, ze hadden niet eens een idee. Het schandaal rond het poliovaccin in India kocht Bill Gates dus af met een speeltje dat zowel de Indiase president Modi als Gates erg leuk vonden. Een alomvattend volg- en identificatiesysteem. En nu komen we bij de WHO. Trump haalde de Amerikaanse financiering van de WHO af, afgelopen week. Omdat het faalde in de coronacrisis en eerder al verweet hij de WHO op de hand van China te zijn. De combinatie ervan speelt met name de neoconservatieve oorlogshitsers in Washington in de kaart. Die maar wat graag China de schuld van het virus in de schoenen schuiven en het land voor het gemak ook maar even van opzet beschuldigen. Is dat terecht? Ja, kijk, dat China geen fijn land is om burger van te zijn. Met een overheid die haar burgers in alles wil trekken en elke vorm van ongehoorzaamheid afstraft met een puntensysteem. Ja, dat is bekend. Maar. Ook heel veel niet. Bijvoorbeeld dat China miljoenen Oeigoeren in kampen zou opsluiten. Dat is een onbewezen verzinsel of een mythe van een neoconservatieve NGO uit Washington. De zogenaamde Victims of Communism Memorial Foundation. Dat is een stichting die zich zogenaamd hard maakt voor slachtoffers van communisme. Maar ja, in de praktijk komt het neer op heel veel fake news produceren. En de slachtoffers zelf zijn niet bepaald dol op ze. Je zou denken dat het bijvoorbeeld in Oost-Europa een grote aanhang zou hebben, maar deze stichting wordt daar juist niet gepruimd. Waarschijnlijk vanwege de veel te duidelijke politieke bijbedoelingen. Aangaande Rusland en China zijn westerse media de grootste producenten van fake news. En zo ook het idee dat de WHO op de hand van China zou zijn. Wat bewijst dat? Wat betekent die uitspraak? Dat de WHO Trump verkeerde informatie gaf? Ja, maar dat deed het RIVM ook bij Rutte. Maar zou de WHO ook niet China verkeerde info gegeven hebben toen daar het virus uitbrak, als ze het ook bij Amerika gedaan hebben en bij aangesloten nationale gezondheidsorganisaties? Waarschijnlijk dus wel. En op hun beurt liep China ook achter de feiten van het virus aan, net als elke andere regering waar het virus uitbrak. Let wel, als er überhaupt één land is dat enigszins te excuseren is. Toen het niet direct doorhad hoe ernstig dit virus is, ja, dan is dat het eerste land waar zo'n virus uitbreekt. En in dit geval China. Vanwege dat eerste land weet daarna elk ander land ook hoe gevaarlijk het virus is en dat direct handelen geboden is. En toch handelden Italië, Nederland, België, Frankrijk, Amerika en heel veel andere landen veel en veel te laat. Elk land handelde zo'n drie weken te laat, stuk. Voor stuk. Hadden de WHO en de aangesloten Nationale Gezondheidsorganisaties, zoals bij ons het RIVM, daar iets mee te maken? Nou, zeer waarschijnlijk wel veel eerder dan de schuld bij China te leggen moeten we weer terug naar Bill Gates, want de oorsprong van het virus is immers nog niet bekend. Het is vooralsnog zeker niet dat zogenaamde CCP virus, waarmee de neocons in Washington bedoelen dat het een virus van de Chinese communistische partij CCP is en dat de partij dus expliciet van een soort Holocaust beschuldigd kan worden. Dat is een belachelijke aantijging, zeker nu nog. ...als we het verdachte gedrag van de WHO en alle nationale gezondheidsorganisaties ook nader bekijken. Wie begint een aanval op de wereld door eerst haar eigen economie te vernietigen? Nou, dat is natuurlijk niet heel logisch. En zeker niet logisch dat China dat zou doen. We zagen al dat het RIVM net zo handelde als China. Het gigaprobleem maandenlang downplayde, ontkende en geen maatregelen wilde nemen. Ondanks alle verschrikkelijks wat we al wisten uit China en zelfs Italië. Wat betreft het biologisch laboratorium in Wuhan, fungeerde de Obama regering als groot financier en ook Amerikaanse virologen werkten daar aan coronavirussen. Maar zelfs de vraag of het virus uit dit lab is ontsnapt is nog helemaal niet bewezen. Het is nog steeds zeer speculatief. En wellicht komen we de werkelijke oorzaak nooit te weten, omdat wanneer dit virus onderdeel van een spel is, is dat vaak ...een veel smeriger spel dan je je kunt voorstellen. Nou, dus het komt neer op de vraag, wat weten we wel? We weten enorm veel. Wat vaststaat is de hele bedenkelijke rol van de WHO... ...de heigerige machtscheilheid van Bill Gates... ...die maar wat graag de hele wereld wil vaccineren. En nu komt het, het feit dat de Bill en Melinda Gates Foundation... ...de groot financier is van de WHO... De grote econoom Martin Armstrong wees erop dat landen maar voor zo'n 20% bijdragen aan fondsen van de WHO. En ik las op Armstrong Economics het volgende. Ik citeer: We have a major crisis in our hands. Bill Gates is a very serious threat to not just the world economy, but to world peace. He has been using a loophole that allows health organizations to appear to be government agencies but are not independent and have been actually controlled by Bill Gates. You will see that 80% of the funding of the WHO is not from governments but from donations, and then you'll see that Gates is the largest donor after countries listed on their website. Behind the curtain, the WHO has been bullied and pushed around by Bill Gates, according to various sources. One who is even writing a book on the domination of the WHO by Gates. In the citaat, the status. Er is een enorme crisis. Bill Gates is een zeer serieuze bedreiging. Niet alleen voor de wereldeconomie, maar ook voor de wereldvrede. Hij gebruikt de maas in de wet die gezondheidsorganisaties in staat stelt om zowel overheidsorganisatie te zijn en tegelijkertijd niet onafhankelijk te zijn, maar gecontroleerd te worden door Gates. Je zult zien dat. 80% van de WHO-fondsen niet bij overheden vandaan komt, maar donaties zijn. En daarna zul je zien dat Gates de grootste donor is op die lijst. Volgens meerdere bronnen wordt de WHO achter de schermen aangestuurd door Gates. Een ervan schrijft momenteel zelfs aan een boek over de dominante rol van Gates bij de WHO. Zo. Afgezien van donaties door landen wordt de rest van de fondsen van de WHO betaald door donaties... Van NGO's. En daarvan is Bill Gates de grootste sponsor. En dat konden we natuurlijk ook al vermoeden uit het bericht van het RVM uit 2011. Bill Gates is de grootste sponsor van de WHO. En dit alles laat zien dat westerse groten der aarde, die onze publieke instellingen in de greep hebben, eenzelfde agenda hebben als landen als China, India, de EU en noem maar op. En het gaat wel in de laatste plaats om die landen. Maar in de eerste plaats om de parasitaire rol van deze mensen. Laten we hopen dat het Nederlandse volk straks sterk genoeg is om het vaccin te weerstaan. Dat natuurlijk niet het stempel van Bill Gates zal krijgen. Maar van een soort katvanger die het vuile werk mag opknappen. Zoals de WHO en het RVM. Die gewoon uitvoeringsinstanties zijn van de Bill en Melinda Gates Foundation. En die hebben niet zo'n hele fijne track record in de wereld. Bedankt voor het kijken naar dit coronajournaal van 20 april 2020. Mijn naam is Tom Zwitser en ik hoop dat u zich abonneert op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Facebook en Twitter en doneer ook graag een klein bedrag aan onze Blauwe Tijger. Hartelijk dank en tot de volgende keer.